Presentatie Wandeling Gijsteren. Verkeersmarkt op weg naar Lustrum. Het is vandaag 13 mei. Dit is het Peel en Maasjournaal. De nieuwe wandelroute Landgoed Gijsteren werd zondag onder grote belangstelling officieel geopend door burgemeester Hans Gielissen. De opening vond plaats in zaal De Kei tijdens de 12e kunstmanifestatie Gijsteren. De bezoekers konden tijdens dit evenement onder meer genieten van kunst en muziek. Met de kerk als uitgangspunt werden ze uitgenodigd om een rondgang te maken langs alle andere kunstenaars. Tijdens de opening werd tevens de nieuwe wandelroute gepresenteerd. De route kan over afstanden van 15, 9, 6 en 4 kilometer worden gelopen. En neemt de wandelaar mee over het landgoed Gijsteren. Dat is al sinds 1805 in het bezit van de familie de Wijks te Wennen. Harry Eijsen ontwikkelde de route samen met zijn dochter Iris. Hij is trots op het dorp Gijsteren. Gijsteren is het mooiste dorp van Venray. Dus we vonden het toch wel belangrijk om daar iets moois van te maken. Dus ik zo, we hebben een stichting hier in Gijsteren, Visit Gijsteren. En wij zijn eigenlijk al 6 jaar aan de weg aan timmeren om Gijsteren te promoten. Dus zowel een site als een aantal activiteiten, borden, plattegronden. En daar passen prachtig deze route bij. Het toeristisch recreatief platform Rijk van Venray maakte van de nieuwe wandelroute in Gijsteren in pilot. Venray heeft enorm mooie wandelingen, alleen ze zijn niet bekend. We gaan nu een actie doen de komende maanden om alle wandelroutes zeg maar, die er al bestaan, om die meer onder het voetlicht te brengen, waar Gijsteren dus de pilot van is. Met het geheel, zeg maar dadelijk in kaart, gaan we meedoen aan de wedstrijd Wandelgemeente 2015 volgend jaar. Rijk van Venray wil het project de komende tijd breder gaan uitzetten. Nou, er zijn meer van dit soort themaroutes. Zo is er in Kasserij bijvoorbeeld een hele mooie route Kasselse Venne. Die gaat binnenkort ook op dezelfde manier in kaart gebracht worden. Voor ons heet dat dan, wij gaan dan kijken van welke bezienswaardigheden zitten er langs, hoe gaat de route. En als we alles bij elkaar hebben, dan zetten we de route op Liefde voor Limburg. En kunnen mensen vanaf Liefde voor Limburg de wandelroute gratis downloaden en lopen. En op die wandelroute staat dan waar ze kunnen koffie drinken, wat er allemaal te zien is langs de route. En als dadelijk alle knooppunten ook digitaal zijn, dan kunnen mensen zelfs met de telefoon in de hand zonder papier de wandelroute gaan wandelen. Ja. Baron de Wijks te Wennen ontving zondagmiddag tevens het eerste exemplaar van het nieuwe boek over kasteel Gijsteren. In dit boek met de titel Een trots kasteel is voor het eerst de complete geschiedenis van de burcht beschreven door kunsthistorica Cynthia Sievers. Zij verwerkte veel nieuw materiaal, waaronder gegevens en foto's uit het persoonlijke archief van de baron, tot een levend geheel. Burgemeester Hans Gielissen is zeer te spreken over zowel het boek als de nieuwe route. Nou, het is zeker voor Gijsteren natuurlijk een prachtig stukje promotie, want Gijsteren heeft heel veel mooie plekjes. Hier zie ik al een prachtig boekje over het kasteel. Dat neemt een prominente plaats in de schoonheid van Gijsteren. Maar ook Gijsteren en de omgeving wordt op deze manier prachtig wat bekender gemaakt. En dat is niet alleen voor de wandelaars, maar voor iedereen is dat heel goed. Het boek Een trots kasteel kost €12,50. De opbrengst komt geheel ten goede aan de Stichting Cultuurpodium Gijsteren. De Zumba-marathon bij Janssen Dance Masters in Venray heeft zaterdag €1500 opgebracht voor het goede doel, Stichting ALS. Die stichting verzamelt geld voor wetenschappelijk onderzoek om de ongeneeslijke zenuwziekte ALS, amyotrofische laterale sclerose, te bestrijden. Het maximum aantal van 125 deelnemers werkte zich 2,5 uur in het zweet om een bijdrage te leveren aan deze actie. De deelnemers kwamen uit Nederland, België en Duitsland. ALS leidt tot progressieve zwakte van spieren in armen, benen, gelaat en romp. De gemiddelde levensverwachting van een ALS-patiënt is slechts 3 tot 5 jaar. Jaarlijks overlijden 125.000 mensen wereldwijd aan ALS. Nederland telt op dit moment ongeveer 1500 patiënten. Elk jaar komen hier zo'n 500 patiënten bij en overlijden er ook ongeveer 500 patiënten. Aansluitend aan de marathon voor dit goede doel was er bij Janssen Dance Masters een feest ter gelegenheid van het feit dat 5 jaar geleden werd begonnen met het geven van Zumba-lessen.
Voor het vierde jaar op rij hield buurtgroep Smile-Landweert zaterdag op het Schouwburgplein in Venray een verkeersmarkt. Diverse organisaties stonden met stands op het plein. Ook waren er demonstraties over verkeersveiligheid in Venray. De opening werd verricht door wethouder Busser, die met een grote bietenrooier het Schouwburgplein kwam opgereden. Hij kan zich het begin van het project nog goed herinneren. Nou, de groep Smile Landweert, de buurtgroep, is 4 jaar geleden begonnen met een initiatief om in de wijk Landweert mensen die goed verkeersgedrag hadden te belonen. En dus een schouderklopje te geven of een kleinigheidje als ze zich goed gedroegen. Nou, dat heeft zich uitgebreid tot dit initiatief, 4 jaar geleden voor het eerst in Landweert. En de afgelopen 3 jaar een grotere verkeersmarkt, omdat dat toen zo'n succes was, hier op het Schouwburgplein. En dan zie je dat allerlei organisaties die met veilig verkeer en verkeersveiligheid te maken hebben, dat die hier staan. Maar ook deelnemers aan dat verkeer, zoals hier achter ons, landbouwvoertuigen, bietenrooiers. En we vinden het heel erg belangrijk dat mensen ook weten wat hun gedrag in het verkeer doet en welke obstakels of welke voertuigen ze in dat verkeer ook kunnen tegenkomen. De gemeente vindt het belangrijk om aandacht aan verkeersveiligheid te blijven geven. Nou, wij zetten als Venray al heel erg lang in op verkeersveiligheid. De afgelopen 4 jaar hebben wij het initiatief van het ROVL, een Limburgse, regionaal orgaan Verkeersveiligheid Limburg, hebben we omarmd. Dat heet Maak van de Nul een punt en dat streeft naar 0 verkeersslachtoffers. Nou, we zijn dus al 4 jaar lang eraan aan het werk om de verkeersveiligheid in Venray te verbeteren. En Venray kent een grote diversiteit aan verkeer, vervoer, landbouwverkeer hebben we bijvoorbeeld. We hebben een aantal doorgaande wegen, veel fietsverbindingen, veel dorpen waar fietsverkeer, jeugd naar de scholen moet. Dus voor ons heel belangrijk dat die verkeersveiligheid ook goed in elkaar zit. De bezoekers van de markt kregen onder meer informatie over hoe de dode hoek van vrachtwagens werkt. Er waren ook interactieve activiteiten. Er stond een echte alcoholsimulator en iedereen kon meedoen aan een verkeersquiz. Smile Landweert was zelf ook van de partij met een stand. Er was dit jaar op de markt extra aandacht voor landbouwverkeer. En als je hier in de regio kijkt, is het gewoon heel veel landbouwverkeer. Als je gaat kijken dat er scholen zijn van Veulen moet dadelijk naar Leunen naar school. De kinderen van Gijsteren moeten naar Wansum naar school. En dat zijn toch eigenlijk allemaal wegen waar veel landbouwverkeer komt. En ja, het nieuwe project kwam nu gewoon mooi uit de lucht van Cumula en het ROVL om ja, toch iets met een landbouwmachine te doen. Nou, Jacobs was meteen bereid om mee te doen, dus ja, wat let ons dan? Dus daarom op deze manier. Volgend jaar viert de verkeersmarkt zijn eerste lustrum. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 6 uur 's avonds. Donderdagavond om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht blijft het droog en wordt het zo'n 4 graden. Morgen overdag zijn er veel stapelwolken te verwachten. 'S Avonds neemt de kans op buien enorm toe. Bij zonnige perioden in de middag zal er een maximum temperatuur van ongeveer 15 graden bereikt worden. Ik wens u een hele fijne avond en graag tot de volgende keer.